Dames en heren, goedenavond. Welkom bij To The Point. Staan wij aan de vooravond van een wereldwijde stagflatiecyclus, is ons thema voor vanavond. Is een stagflatieperiode zoals die van eind jaren 70 opkomst? Wat is stagflatie? Stagflatie is een term die in de economische wetenschap wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin inflatie hoog is, de economische groei vertraagt en de werkloosheid steeds hoog blijft. Een aantal indicatoren geven aan dat de wereld met grote waarschijnlijkheid aan de vooravond staat van een wereldwijde stagflatiecyclus, vergelijkbaar met die van eind jaren 70. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de Amerikaanse economie met 0,2%. De Wereldbank heeft de groei van de wereldeconomie verlaagd naar 0,2%. De kwakkelende groei in de Europese Unie, waarbij er zelfs landen zijn die in recessie verkeren, de economische groei in China schijnt minder hard te gaan dan in de laatste jaren. Aanhoudende werkloosheid en de dalende arbeidsprestatie. De inflatiecijfers van de jaren 2014 geven een kerninflatie aan van 0,2%. Het eerste half jaar van 2014 is inmiddels voorbij. Zullen we in de tweede helft van dit jaar een correctie krijgen welke de koersen op de beurzen in lijn zullen brengen? Waren de fundamentele cijfers van het eerste half jaar ruis binnen een rooskleurig economische plaatje? Zoals gesteld werd door mevrouw Janet Yellen, de governor van de Amerikaanse Centrale Bank, dat werd door haar gesteld dus. Is de stijging van de goud- en zilverprijzen in de eerste helft van dit jaar een gunstige ontwikkeling voor proactieve beleggers? Zijn we thans beland op het kruispunt van groei of stagnatie? Deze en andere vraagpunten willen wij bespreken met een prominente investeerder op de internationale kapitaalmarkt. Wij hebben te gast ingenieur Erik Pandevlek, Master Business Administration, is chairman PGM Capital en part-time docent aan de Universiteit van Curaçao, University of Curaçao, UOVC. Meneer Pandevlek, ja, wie is meneer Pandevlek? Het is weer een genoegen dat wij u mogen verwelkomen. Dank je. Ja. Geachte kijkers, ja, zij die hem nog niet kennen, de heer Pandevlek is oprichter en voorzitter van PGM Capital Groep. Dat zijn groepbedrijven dus. Hè. Hij heeft in 1977 zijn studie informatietechnologie afgerond aan de Haagse Hogeschool. Dat is in Nederland dus. Zijn Master of Business Administration in 1992 door hem afgerond aan de Twente School of Governance and Management te Enschede, ook in Nederland. De heer Erik Pandevlek is part-time docent aan de University of Curaçao. Vanaf 2004 tot heden is hij fulltime investeerder en vermogensbeheerder. Van 2005 tot heden is hij gastdocent op verschillende universiteiten in Europa, Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied. Ja, de heer Pandevlek die is een talenknobbel. Hij leest, schrijft en spreekt 5 talen. Ja, u hoort het goed. 5 talen. Engels, Nederlands, Duits, Spaans en uiteraard ook papiament. De heer Pandevlek, ja, hoe ervaart u het weer in Suriname te zijn? Ja, en... Goed. Ik ben een beetje grieperig, weet je. Hard gewerkt de laatste 7 weken. Ja. Als je aan mijn stem kan horen, een beetje verstopte sinus en zo. Maar het gaat goed. Onkruid vergaat niet. Dus. Onkruid vergaat niet, dat is mooi gezegd. Achterkijkers, zal het jaar 2014 het jaar van de waarheid worden? Dit hadden wij de heer Pandevlek
op 5 februari 2014 gevraagd. En hij zei onder meer het volgende op deze vraag. Uw aandacht voor de heer Pannevlek. De wereld, hebben wij in ons voorwoord net gesteld, bevindt zich in een zeer kritieke fase op dit moment. Hoe ervaart u het als ervaren investeerder en belegger op dit moment? De situatie in de wereld. Kijk, wij van PGM Capital beleggen niet vanuit onze kantoor. Dus wij reizen veel. Dus ik reis veel. Ja? Mensen die me kennen weten, ik heb zeker zeg ik, zo'n 80 landen op aarde bezocht. Dus ik kom nooit uit Australië en Nieuw-Zeeland. En ik probeer de dingen met eigen ogen te zien, om zo niet afhankelijk te zijn van een reporter, van een of andere zender die met een agenda een reportage maakt. Ik wil de dingen zelf meemaken. Ja, omdat als ik mijn klanten adviseer, kan ik niet zeggen ik heb het gelezen of ik heb het gezien van een uitzending. Ik moet een klant adviseren met, vanuit de eigen ervaring. Dus daarom reizen we. Dus wij kennen de wereld van dichtbij. Ik ken alle Zuid-Amerikaanse landen, alle Caribische eilanden, heel Noord-Amerika, alle landen van Europa. Ja, dus we kennen, dus nu ook Australië en Nieuw-Zeeland zijn tot die lijst. Azië ken ik nog niet zoveel landen, maar dat komt nog. Ja. Wat staat ons te wachten in het jaar 2014, meneer Pannevlek? Zal het jaar van de waarheid worden? Ik heb altijd gezegd, in mijn eerste opname hier in To The Point in 2005 heb ik een uitspraak gedaan die ik ga herhalen. Ja. Mensen die me kennen weten dat als ik uitspraken doe, heb ik er lang over nagedacht. Ik heb gezegd, de wereld heeft twee noodzakelijke kwalen. Hmm. Ja, dat is de ene is vakbond en de andere is politiek. Al die twee noodzakelijke kwalen, omdat ze bijvoorbeeld gekozen moeten worden of cadeautjes moeten uitdelen of doen ze aan window dressing. Window dressing is het volgende. Is dat je dus, stel je voor je hebt een window dressing, ik ken het woord in het Nederlands niet. Maar bijvoorbeeld in Europa of in andere landen waar je dus een grote vensterbank hebt met een groot raam. Je kunt het kozijn helemaal verrot hebben van termieten of zo, maar er zitten hele mooie bloemen er zo voor het raam. En dan zal de mens een oog op die bloemen vallen of op die versiering. Maar je ziet dan dus niet de verrotte kozijn. Maar uiteindelijk, na kerst en oud en nieuw, haalt je die mooie versiersel weg. En dan is die kozijn zoals hij was. Vorig jaar hadden wij verkiezingen in een paar hele belangrijke landen. En we hadden de afscheid van meneer Bernanke van de Fed. En dit soort mensen willen uiteraard, als er verkiezing is en je wil herkozen worden, probeer je window dressing te doen. En de waarheid komt dan erna uit als jij dus herkozen bent of de andere partij die aan de macht komt. Maar ook dit soort gevallen bij centrale bankiers. Ze proberen te weg te gaan als hero. We hebben dat gezien ook met Greenspan. Toen Greenspan, het jaar dat Greenspan met wegging, waren de cijfers zo mooi. En meneer Bernanke nam over. Zijn beide presidenten van de Centrale Bank van geweest. Amerika. Meneer Bernanke nam over en anderhalf jaar later brak de grootste recessie ooit na de Tweede Wereldoorlog. Nu ook, wat zie je? De cijfers waren allemaal zo mooi in het vierde kwartaal van 2013. En wat zie je nu? Alle cijfers, vandaag net weer, vandaag kwamen er weer cijfers uit. Alle cijfers die nu uitkomen, blijken toch wel niet die glans te hebben dat ze hadden in december, of in het derde kwartaal van 2014. Wat zie je dan? De markt is omhoog gegaan op window dressing. Hmm. Nu haal je de versielsers van de vensterbank af. En iedereen bekijkt nu de verrotte kozijn, die er altijd al was, maar de oog van de mens ging op die mooie versielser. En nu is de waardering van het huis, wordt dan gewaardeerd nu op die rotte kozijn, niet op de versielsel. En het huis is aan de beurs. Meneer Pannevlek, we houden de kranten bij, maar u weet veel meer. In de week van januari, 20 januari 2014, is een bijzondere week geweest voor de economische en financiële markt. Wat heeft zich voorgedaan gedurende de eerste week van januari 2014? Wat heb je gedaan? Nogmaals, die waarheid komt uit. We hebben in het papier, mensen hebben we een uitspraak, je kunt de zon niet met je hand bedekken, want die zon is groter dan je hand, dus dan moet je continu met je hand. Wat zie je?
die waarheid is uitgekomen en die is uitgekomen in de zin dat een hele hoop van die landen die beweerd hebben, want een van de punten van window dressing die alle regeringen op dit moment doen, is dit. Men probeert cijfers anders te laten uitzien door de criteria te veranderen. Misschien heb je gelezen dat in Amerika is het enige land op aarde die de bruto binnenlands product nu anders rapporteert dan alle andere landen. De bedoeling van anders rapporteren is dat je dan dat geval dat cijfer hoger laat blijken. Hetzelfde geldt bij inflatie. Je ziet dat overal op aarde men bezig is de inflatiecriteria te herdefiniëren om die cijfers anders te laten blijken dan ze zijn. Dus die cijfers anders te laten blijken dan toen het in de vorige criteria was. Dus iedere burger weet dat hij in de supermarkt op straat 10-15% inflatie ervaart. Ga je elke land na, dan hoort je dat de officiële cijfers 5-4% is. Okay? Omdat men de criteria heeft veranderd. Okay? Maar waarom doen ze dat? Want als centrale banken en regeringen toegeven dat er inflatie is, moeten ze handelen. Okay? En de middel om te handelen is rentestijging. Maar op het moment dat je toegeeft dat rentestijging vernietigt de burger nog meer, want zijn hypotheekkosten, alles gaat omhoog. En punt twee, op het moment dat je zegt dat er inflatie is, gaat het smart money, het slimme geld, gaat in dekking. Hij gaat in goud en zilver. En dat is wat politici en centrale bankiers niet willen. Want goud en zilver geeft het macht aan de burger. En terwijl papiergeld, gedeclareerd geld, wat onder fiat currency, zet de macht bij bewindsvoerders. Dus bewindsvoerders, mensen met proberen de bevolking compleet legaal, maar ze veranderen de normen. Dus niemand pleegt iets illegaliteit, je verandert gewoon de normen. En volgens de nieuwe normen zijn die cijfers laag. Wat zie je? Maar je kan de zon niet met je hand bedekken. Wat zie je? Vijf prominente landen waarin samen zo'n 2 miljard mensen woonden, konden niet meer met die nieuwe cijfers werken en moesten bekendmaken dat de inflatie te hoog is geworden, waardoor ze de rentemaatregel moesten nemen. Die landen zijn Venezuela, Brazilië, twee in onze continent. Dan heb je Turkije, waar Turkije klap van de vuurpijl, de rente werd verhoogd. Kun je je voorstellen, de rente wordt abrupt van 4,7% naar 12%. Abrupt. Dat betekent, je herkent dat er inflatie is. En je gaat meteen hard op die handrem staan. Dus al die tijd was er inflatie, maar je hebt het niet bekendgemaakt. Wat zijn de markante momenten van het eerste halfjaar 2014 in de wereld geweest? Op economisch gebied en van economische ontwikkeling? Meneer Pannevlek? Ja, de eerste helft van dit jaar hebben wij twee markante dingen meegemaakt. Dat is A, het is herstel van edelmetalenprijzen, herstel van de olieprijs en wat ze hebben genoemd, dus de Dow Jones op 17.000 en de Duitse DAX door 10.000. Dat zijn dus, kun je zeggen, markante economische gebeurtenissen. Je kunt erbij dan ook toevoegen dat de Nikkei door de 15.000 is gegaan. Dat kun je als markant zeggen, ja. Toch wel, ja. Vele vraagpunten, meneer Pannevlek, omtrent die economische ontwikkelingen zijn op dit moment, ja, houden vele mensen bezig. Vooral investeerders, economen en andere ontwikkelingswetenschappers. Staan we weer aan de vooravond van een wereldwijde, ja, stagflatiecyclus? Jammer genoeg wel. Dit is wat ze noemen serious business en ik wil het heel serieus met u en met de kijkers bespreken. Ja. In de eerste plaats mensen die me kennen, ik ben geen zwartkijker. Dat betekent, ik ben niet iemand die dus de zaken van de donkere kant bekijkt. Mijn leven is kleurig, er is altijd muziek aan, ik hou van een borrel, ik hou van gezelligheid, maar ik ben ook zeer realistisch. Economie en management kennen ze een heel bekend theorie. Het is de theorie van wat ze noemen cause effect of Ishikawa. Dat betekent dat oorzaak-gevolg.
Als je als men massaal geld perst, dan op het moment dat het geld gebruikt wordt en de aantal goederen en diensten nemen niet toe, zullen de goederen en diensten geprijsd in geld in waarde stijgen. Dus toen men bezig was, ik heb dit zo vaak voorspeld, en vanaf men bezig was in 2008 en daarna tot nu toe geld massaal te persen, er wordt op 3 continenten massaal geld geperst. Er wordt geld geperst in Amerika. De balance sheet van de Fed is met 5-voud toegenomen. Er wordt massaal geld geperst in Europa. Meneer Draghi en Cornuiten hebben nu zelf de rente negatief gemaakt. Er is meneer Abe en Cornuiten in Japan hebben massaal geld geperst, zogenaamd om de economie te stimuleren. Op het moment dat het geperste geld in omloop komt, zal het tot inflatie leiden. Waar is het geperste geld tot nu toe naartoe gegaan? Hij is gegaan naar de aandelen- en obligatiemarkt. Dus wat je dus ziet met die Dow 17.000, DAX op 10.000, Nikkei op 15.000. Het heeft te maken met de eerste inflatie die we hebben gezien is inflatie van de beurs. Gevolg is dan maar een beurs, een investering op de beurs of op je spaarbankboek is een appeltje voor de dorst. Als die dorst komt, ga je plukken. En dan ga je hem gebruiken in de echte economie. En wat zie je dus nu? In tegenstelling tot in de jaren 70, toen had je dat ook, dat die inflatie dan gaat komen en die inflatie gaat dan voor de stagflatie komen. In de jaren 70 was dat olie. Toen ging de olieprijs van $3 per barrel van toen naar $35 per barrel. De kijker zal zeggen, ja, maar $35 per barrel is niets. Vergelijk, als ik dat indexeer voor de inflatiecijfer de laatste jaren, is $35 per barrel in 1980 gelijk naar ongeveer nu een prijs van $210 per barrel. Dus olie is nu goedkoper in de huidige dollar uitgerekend dan toen. Wat wij nu gaan krijgen is inflatie gebaseerd op voedsel. In de jaren, eind jaren 70 had je autoloze zondagen, hele transformatie van de auto-industrie. Olie te besparen. Ja. Het probleem met een voedselinflatie is, je kan geen voedselloze zondag inschakelen. De mensen niet uithongeren. Dus mensen moeten eten. En dat betekent elke dubbeltje die je uitgeeft aan eten, kan je het niet ergens anders in de economie besteden, waardoor de economie gaat krimpen. Dus het is de inflatie die tot recessie zal resorteren, waardoor die twee samen stagflatie zal zijn. Zo. En indien de motor, de stagflatie, de motor zal zijn, wat gaat er verder gebeuren? Ja, die stagflatie, als mensen dus minder, als mensen geld uitgeven aan eten en niet in de economie, neemt werkeloosheid toe. Werkeloosheid neemt toe, overheidsinkomsten nemen af. Dan, wat ga je dan krijgen? Devaluatiecyclus, dat hebben we allemaal meegemaakt in de jaren 80. In de jaren 80 was er zelfs, in het begin de jaren 80 was er zelfs een merengue. Omdat heel Zuid-Amerika, vanaf Mexico tot Patagonië, elke dag hoorde je van een land die devalueerde. Ja, dus dat is zelfs een merengue, el continente de las deudas, en iedereen zong erop. Maar je had in Trinidad, hier dicht bij huis, had je een calypso. En die heette sinking ship. Captain, this ship is sinking. Ja, dat is terug gaat. Allemaal uit die tijd. Uit die tijd, omdat iedereen krijgt met toenemende prijzen te maken. En het geld gaat straight naar het buitenland, omdat dus dan die, het was het olie. En nu is het voedsel, de voedselproducenten. Als je de aandelen bekijkt van de 3 grootste voedselproducenten. Ja, ik heb ze al een keer eerder genoemd. Dat is die grootste kipproducent uit Brazilië. De grote tarwe, brood en bier uit Amerika. En die alles produceert. Hun aandelen zijn elke dag op allerhoogste punt. Elke dag. Want kijk, het is gewoon, het is een balans. Als het bij jou duurder wordt, gaat het geld in de zak van die bedrijven. Ik heb het eerder hierover gehad. Dus men moet gaan hedgen. Men moet aandelen gaan kopen in dit soort bedrijven.
En dat had men een flinke appel voor de dorst hebben. Meneer Pannevlek, het eerste half jaar van 2014 is voorbij. We tellen vandaag 23 juli. Ja, zullen wij gedurende de tweede helft van dit jaar, meneer Pannevlek, een correctie merken op de beurzen? En waren de fundamentele cijfers in Amerika van het eerste half jaar, zoals gesteld door de governor, van wat waren die cijfers van mevrouw Yellen? De beroemde econoom Keynes heeft een paar citaten. Een van zijn belangrijkste citaten die van toepassing is, is in het Engels, so, misschien kunt u me helpen in het Nederlands. Hij zegt, the market can remain longer irrational than you can remain solvent. Oké, dat betekent, een correctie komt niet wanneer jij het verwacht. Want een kapitaalmarkt kan langer dan je denkt zich irrationeel gedragen. Oké, maar alles wat kunstmatig stijgt, zal naar beneden donderen. Waarom? Want er is ook een andere spreekwoord op de beurs en die zegt, the market goes up by the stairs, but goes down via the elevator. Dus de market gaat stapsgewijs omhoog via een trappenhuis. Maar als een lift naar beneden. Hij gaat als een lift naar beneden. Dat betekent, het zal misschien, heeft 4 jaar geduurd om van Dow 10.000 naar 17.000 te gaan. Van 17.000 naar waar hij zal gaan, zal binnen een paar maanden gebeuren. En de grootste bubbel zit nu niet in de beurzen, maar op de obligatiemarkt. De obligatiemarkt, en dat is ook gebeurd in eind jaren 70, had je de grote crash van de obligatiemarkt. De crash van de obligatiemarkt, ja. Ook daar geldt, de market kan langer irrationaal zich gedragen dan je solvent kan blijven. Maar een crash van de obligatiemarkt noemt men de moeder van alle crashes. Waarom is dat zo? Want bij een crash van een beurs of een huizenmarkt gaat het erom, heb je lange adem. Als je een goede belegging hebt, als ik een goede stuk grond heb, goede huis en de prijzen gaan omlaag, hebben jullie meegemaakt in 1975. En je hebt een lange adem, dan komen de prijzen terug. Ja. Een obligatiemarktcrash is permanent. Het is permanent. Dat is de devaluatie. Toen jullie 3-0 hebben weggehaald van de SFL en je hebt SRD geïnteresseerd, is een permanente herkut. En het probleem van een crash van die obligatiemarkt is dat een hele hoop zorginstellingen en pensioenfondsen de premies van de werknemers belegd hebben in obligaties. Dus een crash van de obligatiemarkt zal de maatschappij in grote problemen brengen. Want alle premies van alle appeltjes voor de dorst, ja, die officieel zijn belegd, niet die via ons, wij voorzien die crashes, wij hebben geen beleggingen in obligatie. We raden dat ten zeerste af ook. Ja. Dus die zullen in grote problemen komen, ja. Of het gebeurt in de tweede helft van dit jaar, ja of nee. Dat is afwachten, maar alle signalen staan op groen voor die crash. Het zal zijn, wat zal de trigger zijn? Welke event zal ertoe leiden dat mensen massaal naar de deur zullen gaan rennen? Get me out, get me out. En dan is het over. We brengen mevrouw Janet Yellen weer in beeld en de vraag is, cijfers, fundamentele cijfers in Amerika van het eerste half jaar waren reus. Heeft zij gelijk? Was het zo, inderdaad zo? Zoals door haar gesteld? Ik heb het eerder gezegd in dit programma. Ja? Ik wil niet in de schoenen zitten van geen enkele officiële bestuurder op aarde. Dus of het mevrouw Yellen is, Draghi, minister-president X of S of zij. Want je moet je voorstellen dat dit soort mensen op de stoel die zitten, de aanzien, worden zij serieuzer genomen dan ik. Of iemand anders. Zijn prominente mensen. Zijn prominente mensen. Dat betekent, als zo iemand moet ontkennen, kunt u zich voorstellen,
Als mevrouw Yellen had gezegd ja, die cijfers van inflatie en werkloosheid maken, baren me zorgen. Wat dacht u? Wat de beurs, de eerste beurs die zal in elkaar zal doorgaan, zou de obligatiemarktbeurs zijn. Wat denk je wat er gebeurd zou zijn meteen toen hij zijn mond had gesloten, haar mond had gesloten met de goudprijs? Die ging door het plafond, want goud is safe haven. Ja, ja, en alle beurzen klappen met in elkaar. Dus ze moet de rust zetten. Geen enkele officiële persoon heeft ooit gezegd, ga maar alle speeches na, ook van toen van Bernanke, sorry, van Greenspan, in de tijd van de IT-bubble, heeft Greenspan gezegd, Greenspan zei, prices zijn een beetje hoog, maar er zal een soft landing zijn. Hetzelfde toen met die huizenmarktbubbel. Hebben ze gezegd, zeggen ja, prices are a little bit elevated, maar ze zullen stabiliseren. Want ze moeten de rust bewaren. Ja, anders hebben zij op hun geweten hun taak ook. Maar mensen moeten tussen de regels. Ik zeg altijd, op het moment dat de historie heeft bewezen, dat op het moment dat zo'n prominente persoon jou vertelt dat... Een paar woorden moet je opletten. This time is different, dus deze keer is het anders. Maak je geen zorgen, er komt een soft landing. Of zoals mevrouw Yellen zegt, de cijfers zijn reus. Is dat in code term dat je eruit gaat? Je moet juist uitkijken. Dus ja, dat is inderdaad. Maar die stijging van die goud- en zilverprijs, meneer Pannevlek, in de eerste helft van dit jaar... Is een gunstige ontwikkeling voor beleggers geweest? Je zit er zelf in. Ja, we zitten zwaar in de edelmetalen met onze beleggingen. Wat vorig jaar is gebeurd, was een soort correctie die normaal gebeurt. Ik heb gezegd dat de prijzen dit jaar... Bijna een aantal grafieken En er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. Dat is namelijk in de beleggings willen hebben wat ze noemen... Hefboomwerking. Dat betekent, er is dan, of als je de Bijbelse term kan gebruiken, de Johannes de Doper. Bij alle grondstoffen is de Johannes de Doper, dus de voorspeller, de aankondiging van het event, is de mijnbouwbedrijven. Ja. Waarom? Omdat die mijnbouwbedrijven, in de beurs kijkt altijd vooruit. Dus bijvoorbeeld voordat de goudprijs begon te dalen, daalde de mijnbouwbedrijven. Eerst, waarom? Omdat ze in hun topline hebben ze, hun kosten zijn gelijk, maar in hun topline, hun revenues gedeelte, hebben ze prijs en afzet. Okay? Dus als de prijs daalt, daalt hun winstgevendheid. De markt kijkt altijd vooruit. Dus dan zie je dus eerst, dus dat is de Johannes de Doper, de mijnbouwbedrijven vertellen jou welke kant het opgaat met de grondstof. Als jij de grafiek ziet die we hebben laten zien, vooral van de junior miners, want de junior miners hebben nog een hefboomwerking op de mijnbouwbedrijf zelf. Wat zie je? Dat de koersen van de junior miners sinds dit jaar en de laatste weken massaal aan het stijgen zijn. Dus dat betekent, Johannes de Doper voorspelt de komst van Jezus. Ja, dus de junior miners voorspellen... Geven een indicatie welke kant de goudprijs op zal gaan. En nog meer voor zilver. Zilver is poor man's gold. En zilver heeft ook een hefboomwerking op goud. Dus dat betekent als goud met zeg maar A% stijgt, stijgt zilver met 2A. Andersom ook. Als goud daalt met A% met 2A omlaag. Dus de ontwikkelingen met de zilverprijs. Daarom kun je ook zien, vorig jaar was de goudprijs gedaald, dacht ik, met 32%, maar de zilverprijs met 58%. Dit jaar is het andersom. De zilverprijs neemt de lead. En daar ook geldt de zilvermijnbouwbedrijven. De zilvermijnbouwbedrijven hebben weer dus die leverage, die hefboomwerking op de zilverprijs en die wijzen je de weg.
Oké, dan moeten investeerders erop letten. Een ander punt is die economische groei. We gaan nu in een andere richting, meneer Pannevlek. De laatste dagen heeft u veel gehoord over de BRICS-landen. En die ontwikkelingen waar die landen dus voor staan. De economische groei in China, China is een van de grote BRICS-landen, schijnt minder hard te gaan de laatste 5 jaar. Wat zijn de oorzaken van de teruggang? Ja, ik heb dit al eerder verteld. Ja. Die teruggang is procentueel. Absolute zin niet. Het is heel simpel. Hm. Stel je voor, iemand verdient een gulden, een SRD per uur. En die persoon krijgt een 10 cent verhoging. Is hij met 10% zijn loonstijging gehad. Die persoon stijgt. Nu verdient hij 5 SRD. Hm. En hij krijgt 40 cent verhoging. 40 cent is 4 keer meer dan 10 cent. Klopt. Maar procentueel gezien is hij met 8% gestegen. Het is een gigantisch verschil dan toen 5 jaar geleden de GDP van China was iets van 6 triljoen. Ja. Hij is nu, is de GDP van China bijna 12. Ja? Dus dat betekent de procenten, 7,5% van 12 triljoen is in absolute zin veel groter dan 10% van 6. Hm. Dus dat is hoe je met cijfers speelt. Maar in de realiteit gaat het om het dubbeltje wat je uitgeeft. Dus het aantal, de rijkdom van de Chinees, want 7,5% van 12 triljoen, is veel meer dan toen het met 10% groeide van 6. Oké, dus, en daardoor vind je ook de inflatie, want men gaat dat geld besteden. En die besteding veroorzaakt de stijging van levensmiddelen, de stijging van energie, van olie. Ja. Ja, en daarom is het ook mensen die denken dat het goedkoper zal worden. Ik heb een documentaire, heb ik dacht ik, gegeven aan jullie, aan Appenti. Er is een heel leuke van een Britse zender. Hij zegt, de era of cheap food is over. Zo, verontrustend. Ja, ja, als koffie dit jaar. De laatste 6 maanden, iedereen drinkt 's ochtends een kop koffie. De prijs vanuit de COMEX is de laatste 6 maanden gestegen met 60%. Dat heb ik gelezen, ja, 60%. Ja. Dat is vrij verontrustend. Ja, dat is de COMEX prijs. Dat betekent, dat is de futures. Hij moet toch worden afgeleverd aan de koffiefabrikant. En dan komt hij over 6 maanden bij jou in de schappen hier. En dat is buiten de kerninflatie. Hoe we zo direct op inflatie nog even stilstaan met betrekking tot die BRICS-landen. Hè? Hoe ervaart u de wijze waarop deze 5 landen zich op dit moment profileren? Ik heb eerder in dit, deze... Ja, je had het daar. Ik heb gezegd, de BRICS is dood. Waarom? Omdat er is alleen maar RC. Er is RC en aanhang. Dus RC is Rusland en China. En de rest, men houdt het clubje in stand, maar het draait om RC. Zowel Rusland, India, Brazilië en Zuid-Afrika kun je niet meer praten van explosieve groei. Er is heel slecht beleid in Brazilië, in India. Oké, maar dat gaat om dus die overschot van Rusland en China. Het overschot op hun betalingsbalans. Wat is er gebeurd? Laat me heel voorzichtig zijn in wat ik zeg, dat men niet... denk dat ik ben niet anti, nog pro. Ik ben investeerder. Ik heb ooit een keer hier bij KKF, toen ik een lezing gaf, het voorspelde ik dat de Canadese dollar hoger zou worden dan, ja. dan de... Ik zeg, ik ben niet pro-Canada of tegen euro. Ja, ik ben investeerder. Ik ben nuchter. Ik probeer cijfers te gebruiken. Het Westen, Europa, Amerika en Japan, hebben het vertrouwen dat de burger in de directeuren van de centrale bank hebben gesteld, hebben ze die vertrouwen hebben ze vernietigd door massaal geld te persen. Wat betekent dat als iedereen, Europa importeert 35% van zijn aardgas vanuit Rusland. Vanuit Rusland, ja. Rusland is wat heel belangrijk is, de 40%, dat kunnen de kijkers zien, van alle palladium in de grond
zit in Rusland. Het is de grootste exporteur van palladium op aarde. Palladium is een edel metaal, is de best performende. Palladium is de enige edele metaal die vorig jaar niet in waarde is gedaald. Palladium is dit jaar, bijna elke dag, is die op allerhoogste punt aller tijden. Palladium is noodzakelijk voor de auto-industrie. Ja. Wat zie je dus, de gouden koets in zowel Amerika, Europa als Japan, is de auto-industrie. En dat betekent, deze mensen verkopen hun dure palladium en je geeft ze een stuk papier die mismanages. Je kan dat stuk papier, kan je dollar noemen, kan je euro noemen, kan je yen noemen. Dus deze landen, R en C, willen van dat stuk papier af. Vandaar dat je ziet dat bijvoorbeeld, ja, ze willen van dat stuk papier af. Af, ze willen dan geen handel meer doen in hun eigen land. In dollar. Wat zie je, China heeft 38 currency swaps deals. Waarbij China dan handel doet met een land, niet meer in de dollar, maar een currency swap. Een swap tussen de Chinese yuan met bijvoorbeeld de Koreaanse won. De Chinese yuan met de Australische, om die dollar te ontwijken. Verder, en ten tweede, deze landen zijn opgehouden of een Amerikaanse obligatie en Europese obligatie te kopen. Maar ze blijven. Dat zijn met, Rusland en China. Ja, dus, ze blijven met een overliquiditeit. Als ze die overliquiditeit. In hun thuis, eigen land. Creëren ze inflatie. Inflatie. Ja. Dus ze moeten. We gaan naar buiten. Ze willen A. Niet op dat geld blijven zitten. Want ze weten dat als die crash komt. Die crash komt eerst van de obligatiemarkt. Ja. De crash van de obligatiemarkt zal leiden tot de crash van cash. Okay? De complete uithalen van valuta. Dus je wil niet zitten met valuta. Dus je kunt niet meer thuis highways bouwen to nowhere. Vliegvelden bouwen waar geen vliegtuig op landen. Of je kan je niet meer doen. Dus dan ga je dat geld gebruiken om als ontwikkelingsfonds. Dat is niks nieuws. Europa heeft dat altijd vroeger gedaan. Dit hele ontwikkelingsbeleid van de Europese landen was een overliquiditeit. Ze zijn exporterende landen. Om dat uit te geven in het buitenland. Want meestal is dat namelijk zo. Dat bij zo'n ontwikkelingshulp je producten moet kopen van het land die je die lening gaf. Ja, bijvoorbeeld je krijgt een lening van land A of zo en je gaat een haven bouwen of zo je uit Trinidad of uit Santo Domingo goedkoper cement kan kopen. De grondstoffen kopen. Moet je uit het land halen. Ja, moet je toch dat cement kopen uit het donorland. Dus maar daardoor gaat het dan naar een bedrijf toe en je creëert geen inflatie in dat land. Dus wat R en C doen is hetzelfde wat het Westen altijd heeft gedaan. Als wij nu de rol komen van I en S, dus India en Zuid-Afrika. Wat hebben we gezegd? Dus je hebt dus die WIP. WIP heb je aan de ene kant heb je goud, zilver, edele metalen, aan de andere kant heb je papiergeld. Als papiergeld gaat crashen, dan gaat die WIP bij edele metalen omhoog. Oké, zowel China en Rusland zijn massaal goud aan het hamsteren. Als je dan ziet, China, Rusland heeft een maand. In de goudrijkste landen. Nee, maar ze zijn dus niet alleen qua goud in hun bodem, maar ook goud in hun centrale bankluis. Rusland rapporteerde 2 maanden geleden een nieuwe reserve en die bleek opeens 2 keer zo hoog te zijn. Ze hebben in de kluis, ze zijn nu goudland nummer 9 met geld in de kluis. China heeft 4 jaar niet gerapporteerd. Men schat het als China rapporteert dat het ongeveer zo'n 5000 ton zal zijn. Ja? Maar ze wachten met rapportage, dat heb ik ook hier verteld in Appendi. Het is niet dat men rapporteert, het is na de comma. Als China zegt ik heb 5000 ton goud in mijn kluizen, dan gaat China een rol eisen met die 5000 ton voor zijn yuan. En zover zijn ze nog niet, daarom rapporteren ze het niet. Als we nu naar India en Zuid-Afrika komen, wat een hele hoop mensen niet weten, in de cultuur van de Indiërs
hebben ze, is goud deel van hun cultuur met bruisgat en al dat soort dingen. Ja. Volgens de rapporten van Gold Council is het wat ze noemen Indian Household Gold. Dat is de hoeveelheid goud die de Indiaanse vrouwen om hun nek hebben hangen. Is op dit moment 30.000 ton. Als wij dat in perspectie gaan zetten, de hoeveelheid goud in de kluis van Amerika, wat op papier staat, is 8.000 ton. De hoeveelheid goud van de EU is 10.000 ton. Wat betekent dat? Dat de Indiaanse huisvrouw, Indiaanse huisvrouw, ja, 150% meer goud om haar nek heeft hangen, of om haar, of haar pols, dan de reserves van EU en FED samen. FED is Amerika, de centrale bank. Kunt je voorstellen de gevolgen van die WIP? Als papier geld crasht en daar ten gevolge goud schiet omhoog, dan krijg je een gigantische verschuiving van de welvaart. Die Indiaanse huisvrouw is opeens multimiljonair geworden. Superrijk. Dan gaan we kijken naar Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is de grootste goudproducent op aarde. Ja. Maar de tweede, platina en palladium, naar Rusland. Ja, wat Rusland nodig heeft. Naar Rusland. Dat betekent dat als de goudprijs stijgt, dit soort landen, schrikbarend rijk. Brazilië zit erbij, denk ik, want Brazilië is de laatste, zonder met politiek te willen bemoeien, maar je kunt het ook zien, is een beetje niet de goede kant opgegaan sinds ze die huidige presidenten hebben. Brazilië zit erbij, denk ik, voor haar traditie in de BRICS, maar in deze constellatie is Brazilië, heeft niet echt profijt. Oh, nee, ze heeft geen profijt om erbij te zijn. Maar waarom zijn ze er toch bij dan? Ja, ze zijn profijt. Kijk, je moet iemand hebben. Je kunt hem draaien. Je kunt hem draaien of keren. Ik heb gisteren aan u de lijst van de meest powerful mensen. Zijn er 5 mensen? Ja, nee. De meest powerful mensen op aarde. Ik dacht dat mevrouw Dilma op positie 20 staat. Dus zij is de machtigste persoon in Zuid-Amerika. Dus als zij aan het hoofd staat van het grootste land van Zuid-Amerika, voor rust, voor stabiliteit, haalt je zo'n land erbij. Maar echt profijt denk ik niet dat Brazilië zal hebben, direct, indirect wel. Want als je als grootste land bent en jij bent deel van die BRICS-bank, dan bepaal jij wie geld krijgt. Dus je krijgt indirect, krijg je dus... Daarover wil ik straks met u verder praten. Krijg je macht, maar het land... De grootste winnaars van dit spel, of deze strategie, zal zijn Rusland en China met een goudreserve, met een goudmijnen. En daarna de Indiaanse bevolking, de Indiaanse bevolking met al dat goud om hun hals. Als morgen goud zeg maar $10,000, $20,000 per troy ons wordt, dan zijn deze mensen opeens abrupt enorm rijk geworden. Kom ik straks op terug, want ik heb toch hier een aantal ideeën en vraagpunten opgeroepen. We komen terug op het stuk van inflatie, meneer Pannevlek. Die consumentenprijzen zijn in 2014 in Amerika en in Europa aanmerkelijk gestegen. U heeft het net gehad, ja, je kunt de mensen, je kunt bezuinigen, maar niet met voeding. 70% van BBP in Europa en Amerika bestaat uit consumentenprijzen die stijgen in 2014 aanmerkelijk zijn gestegen. Wat is de analyse, commentaar van u deze stijging? Ook in Japan heb je dus die gigantische inflatie gehad. Hm. Als de bruto binnenlands product voor 70% uit consumentenconsumptie bestaat en een groot deel van die 70 gaat naar voedsel, blijft er weinig over om andere dingen te doen. Dus gevolg is, de economieën zullen gaan krimpen. Mm. En vandaar stagflatie, want stagflatie is krimpende economie met stijgende prijzen. Dat is iets wat zeer zeldzaam is. Dat gebeurt om de 40 jaar ongeveer in de wereld. De laatste keer dat gebeurd was eind jaren 70.
De oorzaak was toen olie. Als iedereen meer geld moet gaan betalen voor benzine, blijft er minder geld over om een borrel te drinken bij een bar. Blijft er minder geld over naar de bioscoop te gaan. Wat? Dus dat betekent, die bioscoop die dan minder... Die gaat minder inkomsten hebben. Ja, daardoor krijg je dan, je moet mensen ontslaan. Vandaar dat je dan dus dan... werkloosheid dan toe. En dat is, daarom is die stagflatie is dan een zeer moeilijk te bestrijden fenomeen ook. Want alles wat beleidsvoerder doen, zal fout zijn. Want ga je inflatie bestrijden, hoe bestrijd je inflatie? Je bestrijdt inflatie door de rente te laten stijgen. Laat je de rente stijgen, ja. dan breek je de economie meer af. Zeg je, oké, ik laat inflatie zijn gang gaan, je houdt de rente op nul. Daardoor gaat die inflatie wordt een monster. Dus het is dan zeer moeilijk te bestrijden. Ik hou mijn hart vast en ik hoop dat ik voor dit keer fout heb. Maar als we in een stagflatiecyclus terechtkomen, zal het zeer moeilijk zijn onder de huidige omstandigheden. En dan komt er een punt bij. Vergeet één ding niet. Die stagflatie breekt de obligatiemarkt. Mm. En nu zitten we in een periode, in tegenstelling tot eind jaren 70, hadden we een jonge bevolking. Nu hebben we een relatief bevolking, die dus moeten leven van hun sociale zekerheid pensioen. En pensioen die belegd is in obligaties hoofdzakelijk. Dus als de obligatiemarkt in elkaar dondert, wat gebeurd is in jaren 80 en wat weer zal gebeuren, dan is er nog meer een domper op de BBP, omdat die ouderen, die een deel is van de maatschappij die consumeren, hebben dan minder in hun zak. Dit is iets, als dit gebeurt, Laten we hopen dat het niet zo ver... Maar u heeft nooit naast gezeten met... Ja, maar kijk, we kunnen wel hopen, in de Bijbel staat... De Bijbel staat dit. Behelpt u zelf en God zal u behelpen. Ishikawa, cause effect. Toen men bezig was massaal al dat geld te printen, wist men dat als het geld in omloop komt, dat je inflatie zou krijgen. Toch hebben politici om populair te zijn, om verkiezingen te winnen, blijven doorpersen. En nu komt het geperst geld. Hij werd eerst gespaard. Ja? En nu komt het geperst geld in omloop. En dan zie je wat er gaande is. Wat staat ons de komende periode te wachten? Kort, meneer Pannevlek. Woekerinflatie. Woekerinflatie en die zal leiden tot stagflatie. The worst nightmare van een burger. Herhaling van de jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80. Niet zo mooi. Waarbij... Niet zo mooi, maar we hebben het wel toegelaten. Niemand heeft zijn beleidvoerder gestopt met het printen van geld. Men is gewoon doorgegaan. Hij is doorgegaan. Het is ook de egoïsme in de mens. Want door het printen van geld zijn er banen gecreëerd die er niet... is zogenaamde verlichting. Het was pappen en nat houden. En de middel dat pappen en nat houden was het printen van geld. En dat geld, omdat iedereen bang was, werd dat geld opgepot. Dus je kunt dat... Kijk maar, de balans van de Amerikaanse Fed is met 5 voud toegenomen. Dat geld is opgepot. Als je spaart, spaart je om het te gebruiken. Als je het nou gaat krijgen in je besteding, ga je het gespaard geld. Dus de beurs is omhoog gegaan. De obligatiemarkt is omhoog gegaan. Waarom? Daar ging het geperste geld als eerste in. Op het moment dat het nou gaat worden bij de burger, gaat hij dat geld gebruiken. En dat zie je nu al. Hij is het begonnen te gebruiken. Want als hij elke dag op de radio, televisie hoort, het gaat goed met de economie. Het is ook weer, je moet oppassen wat je doet. Als je als politici en zo gaat vertellen, het gaat goed met de economie. De mensen gaan dan het opgepotte geld gebruiken. En dan komt het meer geld in omloop. Meer geld in omloop, diensten en goederen blijven gelijk. Inflatie. One word, inflatie. We weten niet, maar ik weet niet wat ik u vragen moet, maar wat is uw advies
in deze? Advies heb ik ook altijd gezegd. Goud, zilver, platinum, palladium. Kopen. Ja, kopen. Want dat is het enige. Grond ook, maar grond is niet portabel. Je moet andere vorm van geld hebben. Dat betekent, hij moet portabel zijn en deelbaar. Grond behoudt ook zijn waarde. Ja, goud, zilver, platinum en palladium. Grond behoudt zijn waarde ook, maar hij is niet portabel. Dus dat betekent, stel je voor je moet vluchten, je kan dat grond niet op je rug binden. Of je hebt honger, je gaat naar de supermarkt, je kan sinds niet zeggen, hier heb je een vierkante meter grond, geef me wat eten. Dus je moet je vermogen hebben in iets die portabel is, die waardevast is, portabel en deelbaar. We nemen dit advies van u, houden het in reserve. We komen terug, meneer Pannevlek, op de BRICS-landen. En enkele dagen geleden hebben wij vanuit verschillende media de pers opgenomen. Er is een BRICS-overeenkomst getekend en ze plegen een ontwikkelingsbank op te richten. Welke politieke doelen, meneer Pannevlek, willen de BRICS-landen plegen met de oprichting van zo'n ontwikkelingsbank? Als u me even toestaat, ik wil voor u verder gaan. Uit de ware tijd van maandag 21 juli hebben wij onder de kop van internationale kapitaalmarkt, dat is hoofdstuk van de gebroeders hiertoe, Yet Investment, dan schrijven zij onder punt 1, kapitaalstructuur van de nationale bank bestaat uit 5 landen, nationale, dus de BRICS-landen, hè, die elk 10 miljard US dollar aan aandelenkapitaal zullen storten gedurende 7 jaar en 40 miljard dollar in garanties. China wilde meer storten, maar India en Brazilië drongen aan op een gelijkwaardige verdeling. Dat is onder punt 1. Onder punt 2 lezen wij uit hetzelfde artikel van maandag 21 juli. Conclusie voor Suriname, zeggen de gebroeders hiertoe. De oprichting van de BRICS-bank biedt nieuwe opties voor Suriname. Let u wel, biedt nieuwe opties voor Suriname en het bedrijfsleven. Er was op de 6e BRICS-summit te Fortaleza een presidentiële delegatie aanwezig, waarbij president Bouterse onder meer besprekingen gevoerd heeft met de nieuwe president van India, Narendra Modi. Suriname kan van dit moment gebruik maken om de banden met India, informatietechnologie, pharma en de andere BRICS-landen te versterken. Ik hou u deze twee punten voor onder de noemer welke politieke doelen willen de BRICS-landen bereiken. Oké, we kennen elkaar al 9 jaar. Volgend jaar is 10 jaar dat ik de point kom. U kwam in 2005. Een van de dingen die ik zeg altijd, schoenmaker hou je bij je lezen. Dat geldt dan voor mij, schoenmaker. De kennis moeten we toch van u afhalen. Ik denk dat ik iets afweet van economie en marktkapitalisme. Maar politiek, zeker lokaal politiek, we begrijpen politiek vrij goed, maar ik ben geen politiek analist, dus ik ga proberen dit te beantwoorden zonder politiek direct aan te raken en zeker niet lokaal politiek. Het is bewezen in de historie dat gaat terug naar dat Ishikawa kosteffect oorzaak gevolg. Het is bewezen dat 2 dingen is bewezen. Dat goud verdwijnt naar waar welvaart wordt vernietigd, naar landen waar welvaart wordt gecreëerd. Dus de laatste 10 jaar werd welvaart vernietigd in het Westen, Amerika, Europa en Japan. Er werd welvaart gecreëerd in het Oosten, China, India, Australië. Punt 2, waar welvaart wordt gecreëerd, ontstaat politieke macht en waar welvaart wordt afgebroken, verdwijnt politieke macht. Waarom? Is een stelling. De mens is een kuddedier. Hij wil altijd onder de paraplu staan van waar het goed is.
Okay? Dus het is logisch, wat had ik al eerder verteld, dat vooral RNC, Rusland en China, met een gigantische goudreserve, hun betalingsbalans, overschot, dat zij meer politieke macht gaan eisen voor hun goed financieel bestuur. Denk erom, ik goed financieel bestuur. Dus niet politiek, financieel, want ik ben financieel analist, geen politiek analist. Dat betekent je eist meer zeggenschap in die wereld en dat gaat langzaam. Dat is een van die vormen. Waarom? Want ze hebben er ook belang bij. Want als je dus een betalingsbalansoverschot hebt en die heb je in valuta, en je snapt, deze mensen zijn smart people, ze snappen, als ik het snap, snappen ze het zeker, dat er een crash komt van obligatie en van cash. Dus je wil niet die cash hebben. Je gaat het exporteren. In de eerste plaats heb je dan geprobeerd je nieuwe spaarbankboek. Je hebt geprobeerd assets te kopen. Sinoa koopt Nexen. De Chinezen hebben net in Peru een kopermijn gekocht, een nieuwe spaarbankboek. Maar daarna, omdat die economische motor zo snel bij je draait, creëert je meer geld die je niet wil hebben. Die moet je dan besteden. En dan is dan de volgende fase die je gaat doen, is je koopt politieke macht. Dat is dus die ontwikkelingshulp is eigenlijk indirect politieke macht. Aan het einde van de tweede, ik heb dit ook al eerder verteld hier bij To The Point. Het hele Marshallplan van Amerika is politieke macht. Dus ja. Het is namelijk, jij bent dan de persoon die West-Europa helpt heropbouwen. Maar de prijs die ze jou betalen is politieke invloed. Dus je hebt je overliquiditeit. Amerika had heel veel goud. Is heel rijk geworden door de Tweede Wereldoorlog. Het geld thuis besteden creëert inflatie. Dus wat ga je dan doen? Je gaat het geld gebruiken om vrienden en politieke macht. Want die dingen gaan een beetje samen. Ja, het is mijn grote vriend. Snap? Maar als je tegen jou zegt, luister, jij mag dit niet doen, dan wil je hem als vriend behouden. En dan doe je het niet. Dus als ik het zo heb geprobeerd uit te leggen. Okay. Ja, maar dan heb je dan ook de Arabieren. En dan heb je dan dichter bij huis, heb je in de Dominicaanse Republiek, maar ook in Trinidad. Die Arabieren zijn net als de R en de C over liquide, omdat zij halen olie uit de grond. En zij kunnen dat niet uiteraard Amerikaanse obligaties blijven kopen. Dus wat doen ze? In de Dominicaanse Republiek hebben ze een highway dwars gebouwd door het land. Heel veel investeringen in Trinidad zijn onder andere afkomstig uit het Midden-Oosten. U heeft hier een duidelijke toelichting gegeven en ik weet, u woont niet hier, maar in de West van gisteravond, Avondblad de West, van 22 juli, en u heeft het over de investeringen van Rusland en China in andere landen, in het buitenland. En dan hebben wij onder de kop op pagina 8 van de West van 22 juli, onder de kop, China strooit met kredieten in Zuid-Amerika. En onder deze kop, want u heeft het over het belang van die BRICS-landen in onderontwikkelde landen. Onder A, B en C lezen wij onder andere het volgende. Uw aandacht. A, China bouwt zijn invloed in Zuid-Amerika uit. Onder ze B lezen we, in Argentinië, dat met grote geldzorgen kampt, investeert China in energie en in infrastructuurprojecten. In Venezuela maakt China werk van toegang tot de grote oliereserves. Concreet ondertekende de Xi
Dus de president van China in Caracas met zijn Venezolaanse collega Nicolás Maduro. 38 akkoorden heeft de Chinese president in China getekend. Onder subsidie lezen wij: Venezuela is de grootste ontvanger van kredieten van de Chinese ontwikkelingsbank in Latijns-Amerika. Sinds de start van het Binationale Ontwikkelingsfonds in 2008 stroomden al $45 miljard aan Chinese kredieten richting Venezuela. Ondanks grote reserves kampt het land met veel tekorten en worstelt het met een inflatie van meer dan 60%, dus Venezuela. Hoe komen deze punten bij u over vanuit het Avondblad De West van 22 juli, gisteren? Ik probeer het te beantwoorden als investeerder, niet als politiek analist. Nee, zo benader ik het ook. Als je iemand een krediet geeft, is dat een onderpand. Dus altijd, we hebben hierover gesproken, er zijn twee manieren om iets te betalen, een lening te betalen. Je betaalt het of in contanten terug, of je betaalt het, of je betaalt het in dienst. Ja. Okay? De Faja de Orinoco in Venezuela is na Athabasca in Canada. Daar zijn de Chinezen ook, in Athabasca zijn ze dus ook. Als je dus PetroChina, dit soort dingen vind ik jammer, halen geen headline hier. PetroChina met Athabasca Oil heeft net 1,3 miljard in Athabasca Oil geïnvesteerd. De grootste olieveld, teerzandolieveld op aarde, zit in Athabasca. En de tweede grootste zit in de Faja de Orinoco. Okay, China heeft een contract met Venezuela getekend dat China 1 miljoen barrels per dag krijgt uit die Faja de Orinoco. En die krediet die ze verschaffen, dat is die onderpand. Dat is die onderpand. Vergeet, als je over Argentinië praat, vergeet niet dat Argentinië in de jaren 30, dacht ik, het vijfde rijkste land op aarde was. Door hun, het was de voedselkamer van de wereld. Als je 1,3 miljard mensen hebt, wat China heeft, en je brengt ze naar een ontwikkeling, dan zijn er twee dingen van belang. A, energie. B, voedsel. Ja. Dus ik vind het jammer dat dit soort dingen aandacht krijgen, maar wat er gebeurd is in Canada, die Nexen deal in Canada en net ook Petro, Nexen deal was met Sinoc, maar PetroChina. PetroChina koopt een gigantische hoeveelheid in het bedrijf, in het Canadese bedrijf Athabasca Oil. Ja, ja. Want China moet namelijk via zijn staatsoliebedrijven. Er zijn dus drie, Sinopec, PetroChina en Sinoc, moeten ze ervoor zorgen hebben ze in Amerika en in het Westen heb je 800 auto's per 1000 bewoners. In China dacht ik is van 60. Als China wil gaan naar 200 auto's per 1000, waar moet die energie vandaan komen? Dus dat betekent die ontwikkeling, het is niks nieuws. Amerika, alle landen, kijk maar in de tijd toen Spanje wereldmacht was, de conquistadoren, wat gingen ze doen? Ze gingen goud halen, al die koloniën van Spanje waren bedoeld om dat welvaartspeil in Spanje op peil te houden. Dus, dus goud stroomt in de eerste instantie waar welvaart wordt gecreëerd. Dus het goud is toen van Zuid-Amerika naar Spanje gegaan. En toen Spanje door slecht beleid het uit Spanje gestroomd en dan richting Nederland, Engeland, Amerika. En nu stroomt die weer, de wereld gaat rond, dan stroomt die terug nu naar China. En dat is, er is niks aan de hand. Meneer Van Eyck zou het ook doen. Als meneer Van Eyck heel veel geld heeft, gaat meneer Van Eyck het gebruiken om die welvaartspeil te behouden en om invloed, ik noem het nu geen macht, invloed te krijgen op de omgeving. En die invloed zoekt China in Zuid-Amerika, onder andere in Venezuela? Die invloed, het is niet. Ik ga ze niet beschermen, nog verdedigen. Het is kip en ei. Ja. Kijk, je hebt iets nodig wat ik nodig heb. Meneer Van Eyck heeft heel veel geld, maar meneer Van Eyck moet eten. En ik ben bakker en mijn bakkerszaak draait half. Dan, omdat
Jij en je familie moeten eten, is jouw prioriteit mijn bakkerszaak te ondersteunen. Maar doordat je mijn bakkerszaak ondersteunt, heb je invloed in mijn beleidsvoering. Okay. De man naast mij die fietsen maakt, is niet van belang voor meneer Van Eyck en zijn familie. Mijn bakkerszaak wel. Dus vandaar dat je ziet dat het gaat om olie, het gaat om land, het gaat om farmland en het gaat om voedsel. Want dat is het eerste wat je nodig hebt, ook volgens Maslow, als een groot deel van je bevolking zich verschuift van Maslow 1 naar Maslow 2, van primaire behoeften naar secundaire behoeften. Ik ga u nog 3 vraagpunten stellen. Ik word steeds nieuwsgieriger naarmate u verder gaat met uitleggen. Maar belangrijk is, India, Rusland, Brazilië, China en Zuid-Afrika, die hebben een eigen economisch systeem. En politiek systeem, maar u wil niet over de politiek praten. Maar ik weet van de schoolbanken af dat China en Rusland een geleide economie hebben. En de andere landen, ik weet niet hoe u dat weet, die wil noemen, hebben een ander type economie. Hoe kijkt u tegen deze landen op? Die straks in BRICS-verband een goede vriend van mij. Een hele goede. Ik heb 2 mensen die ik respecteer als mijn geestelijke vader. Okay. Mijn eerste geestelijke vader was de man die mij business heeft geleerd. En hij had een hele goede theorie. Hij legde me uit een dag, was een jaar of 20 geleden, waarom democratie niet zal werken. Zo. Hij zei, en ik ben pro-democratie. Ik zei, omdat die man mijn geestelijke vader was. Een presentator ook. Heb ik naar hem zitten luisteren. Hij zei, democratie werkt alleen als iedereen dezelfde education level heeft. En dan gaf hij dit als voorbeeld. Hij zei, stel je voor, je hebt een gezin. Man en vrouw en 3 kinderen. Ja. Kinderen zijn minderjarig. En je gaat democratisch beslissen wat er met. Je zet die loonzakjes op tafel. En dan heb je een huisparlement. Vader, moeder en 3 kinderen. En er wordt gestemd. Dan zetten vader en moeder, we gaan stroom en water betalen. En kinderen zeggen, we gaan naar de fastfood. Dan zal democratisch worden besloten. Wie de meerderheid. Om niet stroom, water, belasting of huur te betalen, maar naar fastfood restaurant te gaan. Wil jij dat voorkomen? Dus dat betekent er moet autoritair worden opgetreden totdat je die 3 kinderen die in de meerderheid zijn, zodanige ontwikkelingsniveau hebt gegeven dat ze in staat zijn om de prioriteit van huur, stroom, water, elektra af te wegen tegen de luxe van fastfood. Okay. Dus in heel veel ontwikkelingslanden waar de educatiepeil minder is dan in het Westen, werkt democratie niet. Democratie werkt heel goed in Noorwegen. In Zwitserland heb je heel hoog educatievolk. China en Rusland hebben erbij dat ze heel veel mensen hebben. Dus je hebt hele grote mensen. 10 miljard mensen. Mensen in India. Dus dan heb je dan dat je dan dus daar eigenlijk naar boven toe geleid. Je moet het proces naar educatie eerst doen. Voordat je naar one man, one vote kan gaan. Want het is heel mooi om te zeggen dat er in Brazilië of in Zuid-Afrika, dat er zogenaamd democratie heerst. Wij kennen Brazilië. Een beetje socialistisch. We kennen Brazilië van inside. Maar op dit moment vliegt mijn zoon uit Rio, vliegt hij terug naar huis. We kennen Brazilië van inside. Dat soort democratie wil ik niet. Nee. Ik heb u begrepen. En een ander punt is, wat kunnen wij verwachten van het nieuw monetair beleid als straks die bank is opgericht? Wat verwacht u op monetair gebied? Het is alweer, er verandert niks. Het is gewoon, laten we teruggaan naar de ontwikkelingshulp. Toen
jullie kolonie waar wij zijn nog steeds. Heeft ooit iemand een koloniale macht huizenproject opgezet? Wat hebben ze gedaan? Je geld gegeven om de haven, de weg naar de infrastructuur airport. Infrastructuur. Ja, want dat infrastructuur helpt hun de grondstoffen te krijgen of hun verwerkte producten naar je markt te krijgen. Dus je gaat zien, het zal naar infrastructurele werkzaamheden gaan. En punt 2, doel nummer 1 en nummer 2 zullen zijn. A, het over liquide in die landen die inflatie zou veroorzaken. Want kijk, ze moeten een alternatief hebben voor het blijven kopen van obligaties van Amerika. Want tot nu toe hebben ze de inflatie in toom kunnen houden door hun obligatie van Amerika op te kopen. Dat willen ze niet meer. Of van Europa. Dat willen ze niet meer. Dus nu moeten ze een andere uitlaatklep hebben voor die overliquiditeit. Oké? En dan groeien ze dan 2 vliegen in 1 klap. Ze gebruiken die, want ook door die obligaties van Amerika en EU te kopen, hebben ze zich politieke macht ingekocht. Ja, kijk, het is heel mooi. Heel voorzichtig over politiek praten. We kunnen er niet omheen. Stel je eromheen, nu er komt de hele. Rusland heeft voor 500 miljard aan Amerikaanse obligaties. En aan die van EU dacht ik ook zo'n 200 miljard. Stel je voor dat er komen sancties. En Rusland dumpt morgen die 500 miljard. Dan is de dollar weg, de euro weg. Oké, want je hebt ook invloed gekocht. Oké, dus dat betekent dus, deze mensen hebben ook in het Westen invloed gekocht. Maar nu zien ze de bui hangen en ze willen uit, niet meer erin, want als ze er massaal eruit gaan, creëren ze gigantische economische drama. Maar ze willen niet meer investeren in het Westen. Maar die economische motor produceert zoveel geld, het moet ergens naartoe. En dan wordt het 2 vliegen in 1 klap. A, ik zorg ervoor dat de inflatie in mijn eigen land laag blijft. B, ik financier projecten die indirect mijn economie zullen ondersteunen. Duidelijk. Slotvraag, meneer Van der Vlek. Colombia, we hebben alle Zuid-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse genoemd. Colombia niet. Wat is in uw visie de plaats en de rol van Colombia te midden van deze ontwikkelingen die we net besproken hebben? Ik heb het al eerder hier verteld. Ik ken dus vrij veel. Colombia is voor mij het land van de toekomst van Zuid-Amerika. Ja, Colombia. Colombia is het. Het heeft nu al 12 jaar goed bestuurd. Meneer Santos is herkozen. Hij is herkozen. Dus als meneer Santos zijn periode volmaakt, wat ik geloof wat zal gebeuren, heb je 16 jaar goed bestuurd. Dat is 1 generatie. Heeft hij vrede met de FARC gesloten? Ja, er is een vrede. Ze hebben in Zweden onderhandeld. Er is een soort rust in dat land. Er is een gigantische. Oh, nee. Ik gebruik veel de Bogota-hub. De Bogota-hub is een zeer goede hub om waar je naartoe wil gaan. Vliegen met de airline van Avianca, van Colombia, is een hele, hele goede airline om mee te vliegen. En heel belangrijk in dat alles, is de militaire macht. Want Chile is ook een heel goed bestuurd land. Maar Chile is een soort neutraal land, als Nederland of Zwitserland. Ze hebben geen militaire macht alleen om hun kusten te bewaken. Maar de militairen van Colombia. Dus dat betekent in het geval van een regionale dispuut. Je zult dan zien dat Colombia, naast het feit dat ze dus economisch in de leef zijn. Hun bruto nationaal product is, dacht ik, niet hoger dan Brazilië. Ze hebben per capita. Nu vergeleken met Venezuela. Hoger. Ze hebben hun rating, hun kredietrating is BBB met positive outlook. Outlook. Ja, ze zijn hoger gewaardeerd dan in Brazilië. BBB minus Brazilië. Ja, en ze zijn afgewaardeerd. Colombia is net opgewaardeerd naar BBB met positive outlook. Panama ook. En Venezuela? Venezuela dacht ik is BB- of zoiets. Ja. Helemaal terug. Ja, Peru is BBB+ met positive outlook. Maar al die soldaten zijn een beetje vredelievend. Ze hebben ook relatief minder schuld. Maar door de historie van Colombia met de FARC, zo hebben ze een heel zeer
machtig leger en militaire invloed is van belang. En daardoor zie je dus ook... Worden zij de watchdog dan in Zuid-Amerika? Wauw, dat is een politieke vraag. Ja, maar goed, als je het zo stelt, dat zij militair goed gesteld zijn en gezind zijn en een triple B rating hebben. Laat me dat zo zeggen. Historie heeft bewezen dat een land in groei met 50 miljoen inwoners het model heeft voor de toekomst. West-Duitsland, hoe werd die Wirtschaftswunder? Ze hadden toen 50 miljoen inwoners. Zuid-Korea werd Wirtschaftswunder in het Zuidoost-Azië, 50 miljoen inwoners. Heel toevallig heeft Colombia ook 50 miljoen inwoners. Dus al die ingrediënten voor de Zuid-Korea, zo'n 2000 mijl van u vandaan, of een nieuwe Duitsland, 2000 mijl van u vandaan, is daar. En hoge educatie, zeer beschaafde mensen zijn dat. Okay. Nou, laten we hopen dat we veilig zitten met Colombia op de achtergrond en de ontwikkelingen daar in het land op de voet volgen. Ik dank u hartelijk. Voor meneer Pannevlek, geachte kijkers, voor wij afsluiten, we lachen en praten vrolijk, maar toch, de wereld zit in een heel droevige stemming op dit moment, naar aanleiding wat zich op 17 juli heeft plaatsgevonden, namelijk in de omgeving van Oekraïne. Geachte kijkers, het neerhalen van de Maleisische vlucht MH17 in het Oekraïnse luchtruim is een ramp van internationale orde. U heeft het zelf gezien de afgelopen dagen op de televisie. Het rouwproces als gevolg van de rampzalige gebeurtenis is in volle gang. Dat heeft u ook via Apinti in de live-uitzendingen gezien. Directie en personeel van Apinti Radio en Televisie condoleren de nabestaanden van deze droevige gebeurtenis die zich op 17 juli heeft voltrokken. Mogen alle overledenen hun ziel de eeuwige rust vinden. En wij hopen dat er rust zal komen na deze moeilijke periode. Nogmaals, onze condolences aan alle nabestaanden. En ook aan u, meneer Pannevlek, willen wij dankzeggen voor uw medewerking weer, dat we vanavond een heel duidelijk gesprek konden hebben over de economische ontwikkelingen. Laten we hopen dat de zaken, want uw voorspellingen zijn meestal raak, maar laten we hopen dat we niet zo ver komen nog, dat die inflatie en die stagflatie zich zal voltrekken de komende periode. Wat is uw reactie aan ons? In de eerste plaats met betrekking tot MH17 wil ik dus de condolences geven aan de familie Jezeroen. Hun zoon, een ex-student van mij, zat op die vlucht en hij is jammer genoeg ook heen gegaan. Familie Jezeroen, bij deze onze condolences aan u met het grote verlies van uw zoon Kevin. Terugkomende op die inflatie is er al op de COMEX. Als de prijzen, de veilingprijzen van koffie omhoog zijn gegaan met 60%, dat is de prijs die naar de koffiefabrikant gaat. Dat betekent, hij is hier bij u in de schappen tussen over 4 en 6 maanden. Dat is geen fata morgana meer, het is realiteit. Zo, dat is moeilijk. Maar goed, geachte kijkers, we danken nogmaals meneer Pannevlek en wensen hem het allerbeste toe. En een goede reis straks weer aan de Antillen. Dank u. Het beste te gewenst. Ja, dank u. Wij danken u voor uw aandacht. We wensen u een genoeglijke kijkavond verder en zeggen graag tot de volgende To The Point uitzending. Graag tot dan. Fijne avond.